Waarom wij in de politiek zitten? Voor ons is dat duidelijk. Hoi, morgen. Om te helpen bouwen aan een land. Een land dat geweldig is. Waar we samen door moeilijke periodes komen. Het is wel een beetje iets bijzonders. We staan voor verstandig beleid, juist ook in crisistijd. Dat is niet beleid maken, dat is in een grote sneeuwschuiver alle ellende voor je uitschuiven. Ik ben in. Meneer Balken. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. Wij strijden iedere dag voor al die doeners. Al die hardwerkende Nederlanders. Meer werk voor de mensen. Daar gaat het om. Wat wij willen is werk. Werk, werk. Dit is kas. Three issues. Jobs, jobs en jobs. En voor onderwerpen die wij met z'n allen belangrijk vinden. Dat we alles op alles zetten met elkaar om de veiligheid van de burgers in ons land, om die veiligheid te verzekeren. Kernpunten voor de VVD zijn bestrijding van de criminaliteit. We moeten doen wat kan om onze veiligheid te behouden en deze veiligheid en vrijheid ook te bewaken. En het is een kerntaak van de overheid. We hebben altijd belangrijke thema's aan de orde gesteld. Is het eigenlijk niet jammer dat er zoveel vrouwen nog zijn die vinden dat zij niks met politiek te maken hebben? Dat onze lieve Heer eenvoudig twee soorten mensen heeft geschapen. Homofielen en heterofielen, en dat het niet aan ons is om te beoordelen wat het beste is en wat het juiste is. Zo waren we ook al kritisch over integratie, toen anderen daar nog niet klaar voor waren. Het thuishouden van islamitische meisjes die naar school moeten gaan, als ze de puberteit hebben bereikt, nee. Probeer maar eens geld te vragen voor studieboeken. Als je ouders al besloten hebben dat jij gewoon thuis moet blijven om voor je broertjes te zorgen. Ik vind dat het nodig is dat wij die mensen die die vrijheid willen omarmen helpen. Dat wij die de hand reiken. Dat ze bij ons kunnen schuilen. We blijven altijd nadenken. We bouwen altijd verder aan een nog mooier Nederland. Dit doen we niet alleen. Overal bomvolle zalen. Maar met onze leden, vrijwilligers en iedereen die mee wil denken. De VVD is nog nooit in de geschiedenis zo groot geweest als vandaag. Politiek is samenwerken. Daarvoor moeten we nu de mensen die dit allemaal willen de handen ineens slaan en niet langer kibbelen. Ik vind dat we daar iets aan moeten doen. Dat de vrijheid die we in ons land hebben, dat die vrijheid het waard is om verdedigd te worden. En dat doe ik bij de VVD. Want de VVD wil er iets aan doen. Dus doe met ons mee. Denk met ons mee. Strijd met ons mee voor de vrijheid. Word lid.